Yo mensen, dit is Ons Gaming en welkom bij een nieuwe aflevering van F1 2017, de career mode. En zoals jullie weten rijden we bij Toro Rosso nog wel, want waarschijnlijk is dit ons ene laatste race bij Toro Rosso. In Brazilië, de 19e ronde van het seizoen dus. Een paar dagen geleden vroeg ik aan jullie om te stemmen op welk team jullie wilden dat ik zou gaan rijden bij het nieuwe seizoen. Er zijn inmiddels meer dan 1000 stemmen, ja echt serieus, meer dan 1000 stemmen binnengekomen. Welk team het gaat worden, zal ik binnenkort bekendmaken in een aparte video. Voor deze video, hou natuurlijk kijk op de like knop, vergeet ook zeker niet te abonneren. Het gaat weer ontzettend lekker. Ik zou zeggen, laten we kijken naar de grote prijs van Brazilië. Zoals jullie weten ben ik in een flink gevecht met Ocon, laat ik zo zeggen eigenlijk. Ik ben in een zwaar gevecht met Ocon in de Rival. En deze race ga ik ook echt een super zwaar gevecht op de baan krijgen met Ocon. Maar daar gaan we zo meteen natuurlijk naar kijken. Ondanks dat het einde in zicht is voor dit seizoen, zijn er toch nog wat teams die updates hebben meegebracht hier in Brazilië. Het team van Sauber, het team van Red Bull en het team van Force India hebben dus toch nog wat updates meegebracht. En dat is opvallend, meestal, ik bedoel in het echt, meestal liggen de updates toch wel stil rond deze tijd. Maar hier in de Formule 1 game wordt het dus gewoon nog steeds doorontwikkeld, ook al zijn we richting het einde van het seizoen. Nou goed, de auto zelf, onze auto, ik heb natuurlijk twee races geleden alles vervangen, dus daar hoeven we eigenlijk niet naar te kijken. Alle onderdelen zijn nog hartstikke mooi. Dit is eigenlijk ook niet zo interessant meer, want ik heb natuurlijk al aangegeven een paar dagen geleden dat ik niet een nieuw contract heb gekregen. Ondanks dat Sauber en McLaren en Williams toch best wel redelijk geïnteresseerd waren. Maar ja, we hebben natuurlijk begin het seizoen een aanbieding gehad van Sauber, maar daar zijn we natuurlijk opnieuw op ingegaan. En dat was het eigenlijk. Je krijgt eigenlijk, naar mijn mening, gewoon te weinig contractaanbiedingen in deze game. Maar goed, dat komt voornamelijk omdat we onze kwalificaties telkens verpoepen, waardoor we dus iedere keer weer terugzakken in de... Hoe interessant ons de teams vinden, zeg maar. Het zal allemaal wel. We gaan binnenkort dus toch lekker een nieuwe carrière beginnen. De standaard kampioenschap is nog wel een dingetje, want Valtteri Bottas en Vettel strijden daar om het kampioenschap. En bij de constructeurs is het team van Mercedes natuurlijk op nummer 1. Maar Ferrari zit niet heel ver daarvandaan. Nou, we gaan meteen door naar de kwalificatie. Het regent in Brazilië, dat komt wel eens vaker voor, maar in de kwalificatie is het toch altijd wel apart. We hebben ooit natuurlijk in 2003 in het echt een mega regenrace gehad, waarin van alles gebeurde. We gaan zelf even kijken naar wat beelden hier van de kwalificatie. En ik was in gevecht met Ocon alweer. Dat was dus al het eerste gedeelte. Zometeen tijdens de race gaan we ook vechten met Ocon. Maar in de kwalificatie, dat lijkt eigenlijk ook gewoon een soort van race. Als ik dus ook aan het vechten met de voorziene coureur. Het nadeel is wel dat ik gewoon geen fatsoenlijke rondetijd kon neerzetten. Ik verbeter mijn eigen wel hier. Maar het is uiteindelijk echt een waardeloze kwalificatie. En ik dacht van, ja weet je wat? Laat maar gewoon. Ik had gewoon kunnen restarten natuurlijk. Dan hadden we opnieuw kunnen beginnen, maar het wordt P18. Ja, laat maar. Maakt niet uit, geen probleem. Pole position is in ieder geval voor Lewis Hamilton. Hij zou nog kampioen kunnen worden, maar dan moeten Vettel en Bottas beide races uitvallen. En moet Hamilton beide races winnen. Die kans is natuurlijk dus niet zo heel erg groot. Nou, de top 10 zien jullie verder zelf ook wel. Zijn er nog wat verrassingen? Nou, niet echt eigenlijk. De bekende namen staan eigenlijk gewoon op de bekende plekken. Bij de Sauber achteraan en dat is het eigenlijk. Ik zelf dus op P18, ja, niet al te best. Maar goed, we vergeten het maar gewoon. We gaan gewoon lekker racen. En ook tijdens het begin van de race was het flink nat. Het was een behoorlijk, regende behoorlijk hard. En ja, dit is natuurlijk echt weer een beetje Formule 1 gamestijl. Je kan zeg maar heel wat auto's vaak inhalen door de juiste lijn te kiezen. In het echt is het natuurlijk ook wel mogelijk, maar toch wat minder als in deze games. En we hebben gewoon een hele goede start, want we gaan van P18 heel snel al naar P12. Ik vraag over de boordradio dan ook of het bekend is wanneer het zou gaan stoppen met regenen. En ze verwachten dat het ongeveer binnen 5 à 10 minuten gaat stoppen met regenen. Dus dat is natuurlijk een hele interessante, want dat betekent dus dat het tijdens de race waarschijnlijk gaat stoppen met regenen. En dat we dus ook tijdens de race dus nog echt gaan switchen van banden. Nou, ik kan ondertussen lekker door, want ik zit hier dan aan de binnenkant van de buitenkant bij Sainz. En dan zijn we dus in gevecht. Het is allemaal steeds de eerste ronde, gevecht voor P10. En
dan zit ik hier aan de binnenkant bij Sainz. Ja, het is toch, het kan allemaal altijd wel hier. Het is een best wel smal circuit natuurlijk, hier het circuit van Brazilië, maar je kan op zich best wel goed inhalen. Maar ja, Sainz geeft ook niet zomaar op en blijft dus lekker doorgaan. En dan hier aan de binnenkant, nee, eventjes wachten. Hier kan ik er dus nog niet voorbij. We gaan even kijken naar de herhaling van de start, want gebeurde daar eigenlijk nog iets spannends? Nou, niet echt. Ik had zelf eigenlijk in eerste instantie niet zo'n hele goede start. Want hier lig ik dus één na laatste en dan hier kies ik gewoon een andere lijn en haal ik dus ik weet niet hoeveel auto's in. Verder zijn er wordt ook weinig tikjes uitgedeeld. Het was eigenlijk best wel een hele schone start, zeg maar. Weinig rare dingen. Nou, dit is dan het begin van de tweede ronde. Ik rem van heel ver, heel diep en weet daarmee Sainz te verrassen. En zo gaan we dus door naar de tiende plek. Er spint ook nog achter in het veld iemand. Tenminste, spint, gaat iemand een beetje buiten de baan. Ik vond het niet nodig om daar een herhaling van op te nemen. Volgens mij was het een van de. Volgens mij was het Hulkenberg. Dit ging maar wel net goed, want Grosjean en Ocon zijn dan met elkaar in gevecht. En raken elkaar ook. En waardoor ik ook bijna dus tegen Ocon aanrij. En dan twijfel ik eigenlijk of ik Ocon niet echt aangeraakt heb. En of ik dan zeg maar niet echt schade heb. Ik ben wel meteen in gevecht met Grosjean hier. Hier aan de binnenkant. Misschien heeft Grosjean ook wel schade door dat tikje met Ocon. En dan zitten we hier aan de buitenkant. Eigenlijk dezelfde situatie als net met Sainz. Ja, je ziet het regent trouwens nog wel steeds al hard. En als je in de buurt komt bij een auto, dan wordt je vizier helemaal, of de camera helemaal snel vies. Nou, dan zitten we hier weer aan de binnenkant bij Grosjean en zijn we er uiteindelijk dus wel voorbij. Liggen we dus op de negende plek en dan ga ik dus ondertussen checken of ik, ja, of ik niet schade heb aan mijn voorvleugel. Maar ik zal ook om heel zachtjes geraakt hebben net, maar in ieder geval niet genoeg gelukkig om echt schade op te lopen. En nou ja, dan begint het ook ondertussen al wel langzaam maar zeker wat droger te worden. Het regent niet meer zo hard meer. We maken een kleine sprong naar de vierde ronde in de race. En je ziet het al, er begint zelfs een soort van droge lijn te ontstaan. Het is niet, nog niet helemaal droog, zeg maar. Het regent nog een klein beetje. Maar het begint te komen. En ondertussen is het eigenlijk weer een beetje het verhaal van altijd. Voor ons een gat, achter ons een behoorlijk gat. Ik kan op dit moment best wel makkelijk wegrijden bij Grosjean. Maar Ocon kan ik weer niet echt bijhouden tot nu. En dan zitten we dus gewoon weer in het welbekende Formule 1 2017 gat. Om het zo maar even te noemen. Maar goed, we zitten inmiddels wel in de vierde ronde van de race. En het is... dan maak ik weer een sprong naar de vijfde ronde zelfs. En op dat moment is het ook dat de DRS weer aangezet wordt. En dat betekent dus eigenlijk dat het echt gestopt is met regenen. En het team komt voor mij met een optie om een alternatieve strategie te gaan toepassen. Dat betekent dus eigenlijk gewoon meteen nu naar binnen gaan om te switchen naar de droogweerbanden, naar de softband. En dan hopen dat we daarmee heel veel posities kunnen gaan pakken. Ligt er natuurlijk een beetje aan wat de rest van het veld doet. Want als die bijvoorbeeld doorrijden of juist niet en de baan is nat of juist niet. Ja, dat zijn allemaal van die factoren. Het is natuurlijk een gok, zeg maar. Want het is pas net gestopt met regenen. Maar we nemen de gok gewoon en we gaan gewoon naar binnen. We zien wel wat het wordt. Maar we zijn niet de enige, want ook Grosjean die gaat meteen naar binnen. En voor mij zijn er ondertussen ook al meteen wat auto's gestopt. Dus we zijn niet de enige. En daardoor zullen we ook niet echt maximaal voordeel uit kunnen halen als het zeg maar een goed idee was om nu al te stoppen. Hebben we last van andere auto's tijdens de pitstop? Nee, dat niet. Komen we goed terug? Ja, in ieder geval voor Grosjean, dus dat is in ieder geval belangrijk. En we vallen eigenlijk helemaal niet zo heel ver terug. We vallen terug van P9 naar P11. Dus dat is op zich best wel goed. Dat zou betekenen dat we in ieder geval misschien wat auto's kunnen gaan pakken door deze strategie. Maar ja, dat zullen we dadelijk wel passeren. Het is inmiddels wel echt heel snel aan het opdrogen. Dat viel me wel echt op. Het was echt twee rondes geleden was de baan nog best nat. Maar nu was hij eigenlijk al gewoon zo goed als droog. En heb ik eigenlijk ook op de softband, de gewone droogweerband, helemaal geen last van het water wat hier en daar nog een klein beetje staat. Nou, Eriksen, een van de Sauberkleurs, gaat dus naar binnen. Ocon, die switcht opvallend genoeg naar de supersoftband. En het viel me op dat trouwens meer auto's waren geswitcht naar de supersoftband. Terwijl eigenlijk de bandenslijtage op dit circuit best hoog is. Had ik eigenlijk verwacht dat de meeste auto's naar soft zouden switchen. Ja, had ik achteraf misschien ook beter naar de supersoft kunnen doen. Want het is gewoon een snellere band dan de soft. Maar goed, aan de andere kant, dankzij onze strategie, dankzij het rondje eerder naar binnen gaan dan Ocon, hebben we Ocon wel weten in te halen. En liggen we dus ook voor de Force India coureur op P8 inmiddels. En dat in een rondje, nou, bijna rondje 9. Nou, dan gaan we dus een echt een mega heftige battle krijgen.
tussen mij en Ocon. En dat gaat echt rondeslang duren. Dit is eigenlijk het begin daarvan. Ocon heeft het gat vrij snel dichtgereden. Rijdt natuurlijk nogmaals op de snellere supersoftband. Ik rijd op mijn softband. En dan gaan we dus een lekker gevecht krijgen. Iedere keer op dit stuk waar de DRS is, komt Ocon ontzettend dichtbij. Zelfs zo dichtbij dat hij hier een klein tikje uit tilt. Meteen handje uit de cockpit, je weet hoe dat gaat. En, maar goed, ik weet ook om tot nu toe van me af te houden en achter te houden vooral. Voor mij ligt dan Max Verstappen, maar die verdwijnt natuurlijk aan de horizon. Zeker omdat ik druk in gevecht ben met Ocon. En hier op het rechte stuk zit hij er weer voorbij. Ja, het is allemaal weer heel laat remmen. Kan hij dan terugkruisen Ocon? Antwoord is ook nee. We blijven dus een beetje stuivertje wisselen met Ocon en... We zitten inmiddels al in de tiende ronde van de race en dan komt hij hier natuurlijk weer aan. Het is iedere keer op hetzelfde stukje weer een beuk. Ja, het is, ik ga iedere keer een beetje naar links om Ocon, zeg maar, de binnenbocht om die af te snijden, om daar weg te houden. Maar daarna moet ik wel weer een beetje naar rechts toe om die bocht fatsoenlijk in te kunnen. Dat is namelijk gewoon de racelijn en dan gaat het hier echt bijna mis, zeg maar. We gaan met z'n tweeën eraf. Ocon heeft wat schade aan de voorvleugel en volgens mij heb ik verder geen schade, maar... Het ging in ieder geval maar net goed. Maar goed, de eerste echte tik is in ieder geval echt uitgedeeld. Of eigenlijk al de tweede. Nou, rondje later. Ja, blijven dus lekker doorgaan. Ocon lijkt er nu wel voorbij te zijn. En dan zit ik hier helemaal aan de binnenkant. En de volgende beuk. En nog een beuk. Ja, we zijn echt zo hard. Oké, en nog eentje. We zijn echt flink aan het knallen dus. Nou, dan lijkt Ocon hier niet helemaal lekker het rechte stuk op te komen. Ik zit in de DRS. En dan pakken we hem dus weer terug. Tenminste... Ja, we zijn er voorbij. Het is echt een mooi gevecht tussen Ocon. En het is wel tof om te zien dat dat natuurlijk gewoon in dit soort racegames gewoon kan, zeg maar. Dit soort acties. Dat is ook wel gewoon lekker. Nou, dan een rondje later gaat het eigenlijk weer mis. En is het Palmer. Ja, ja, Julian Palmer. Die gewoon de lachende derde is. Want die zat inmiddels vrij dicht achter mij en Ocon. En omdat Ocon en ik er bijna weer met z'n tweeën afgaan. Ja, kan Palmer dus toeslaan en pakt hij dus in één bocht twee auto's. En zo vallen zowel ik als Ocon dus een plekje terug dankzij ons gevecht. Ja, het schiet niet echt op. We hebben dan nog een paar rondes te gaan. Je ziet het al, links of rechts onder in beeld. Mijn banden zijn allebei al in het geel, de voorbanden. Dus de slijtage is hoog. Dan zou bij de supersoft banden moet het nog hoger zijn, zou je zeggen. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat sommige auto's nog voor een tweede keer naar binnen zouden moeten gaan. Maar dat gaat helaas niet gebeuren. Dus dat is wel een beetje jammer, want dan hadden we misschien echt heel veel plekken goed kunnen maken. Dat was eigenlijk een van de redenen dat ik dus naar de softband was geswitcht. Omdat in de hoop dat de rest misschien nog een extra pitstop moest maken. Maar goed, dat gebeurt dus niet. Nou, dan zit Ocon hier een keertje aan de binnenkant. Heeft hij mij toch verrast en is hij er dus wel voorbij. Vallen we dus terug naar P10, dan zit ik hier heel dicht achter. Het kan ook allemaal net in dit stukje van de circuit. En dan zitten we hier weer in dezelfde situatie als wat we eerder hadden met Sainz en Grosjean. Ocon is ook ontzettend agressief. Zet de auto weer terug. En zo hebben we dus nog steeds een heel mooi gevecht. En dan hier aan de binnenkant probeer ik er weer voorbij te komen. Dat lukt dan weer. En zo hebben we dus die negende plek weer terug. En we gaan wel richting het einde van de race. Want we zitten dus inmiddels in rondje 16. Nu in rondje 17. En dan, het zat er eigenlijk al aan te komen. Dit moest een keertje echt fout gaan. En daar ging het dus ook. We gaan met z'n tweeën, zeg maar, de muur in. Ocon en ik. En ja, het zat er aan te komen. Het was te verwachten dit. Iedere keer tikken uitgedeeld. En dan moest het een keertje eigenlijk echt fout gaan. We gaan even kijken naar de herhaling. Ja, hoppakee. Je kan zeggen dat ik hem afsnij. Andere kant, ik zat er ook voorbij. Of voor, zeg maar. En... Ja, dit is gewoon de racelijn. Hij is er niet helemaal voorbij, dus hij kan ook van het gas afgaan. Het is een beetje wel niet verhaald, maar het komt op neer dat we eigenlijk heel de race al aan het klooien waren samen met Ocon. Ja, zo gaan die dingen soms. Maar goed, we hebben wel die negende plek weten vast te houden, ook al is het misschien niet helemaal de manier waarop het eigenlijk hoort. En we zitten dan ook al in de laatste ronde van de race. Palmer ligt voor ons, die is inmiddels al, ik weet niet hoeveel seconden al van ons vandaan. Achter ons is inmiddels... Massa op de plek 10 gekomen. Ocon valt dus ver terug omdat hij naar binnen moest om een nieuwe voorvleugel te halen. Het komt eigenlijk wel goed uit, want Ocon hier valt eigenlijk dus buiten de punten. En dat zorgt ervoor dat wij waarschijnlijk de rival dus gaan winnen. En wij komen uiteindelijk dus als 9e over de finishlijn. En nou ja, goed, dat vanaf P18 is dat natuurlijk zeker niet slecht. Hier rijdt Palmer trouwens nog, die had een lekke band. Heeft echt de finish gehaald met een lekke band trouwens. Gewoon 8e geworden met een lekke band. Dus dat is wel nice. Nou, het team van Ferrari wint. En dat wordt dus ontzettend spannend in de laatste race voor het kampioenschap. Want Vettel
en Bottas zullen dus strijden in de laatste race voor het kampioenschap. Hamilton wordt wel tweede of derde deze race, maar zal niet meer kampioen kunnen worden. En hetzelfde geldt ook voor Raikkonen. Verder hebben we dan Bottas dus op P4, die eigenlijk slechte zaken doet voor zijn kampioenschap. Op P5 hebben we Ricciardo, Max Verstappen 6, dan Perez 7. Palmer dus netjes op 8 met een, ja, met 3 wielen over de finishstreep heen, zeg maar. Nou, en dan ik dus 9e, Massa 10e, Van Toornen. Net geen puntje, had een goede race gereden. Hetzelfde geldt voor Stroll. En ja, goed, met 10 minuten Sainz helaas 14e, ook niet al te best. En nou goed, dit is dan de stand in het kampioenschap. Er zitten maar 5 punten verschil tussen Bottas en Vettel. Dus dat gaat heel spannend worden in de laatste race, wie de kampioen gaat worden. Hamilton 3e, Raikkonen 4e, Perez lijkt dus die 5e plek in het kampioenschap te behouden. Verstappen, Ricciardo, Ocon, het zit allemaal nog redelijk dicht bij elkaar, vooral Ricciardo en Ocon. En ikzelf zit ook nog maar een paar puntjes achter Ocon. Dus het zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren dat ik alsnog de 8e plek weet te pakken. Massa staat in de top 10 en lijkt daar ook wel redelijk stabiel te staan. Verder, mijn teamgenoot Sainz op P13, ja, hij heeft toch wel niet zo heel veel punten gepakt dit seizoen. Dus dat is het eigenlijk. We hebben nog steeds maar één coureur dit seizoen die geen punten gepakt heeft. En dat is Pascal Wehrlein. Het lijkt er ook niet echt op dat het nog gaat veranderen. Maar toch opvallend dat er toch 19 coureurs zijn geweest dit seizoen die punten gepakt hebben. Nou, bij de constructeurs verandert ook nog het een en ander. Want Red Bull pakt weer die hele belangrijke derde plek terug van Force India. En het team van Renault pakt het team van Haas. Wij staan op P5, dat staan we bijna het hele seizoen al. En dat gaan we ook gewoon op eindigen. Nee, ja, daar gaan we gewoon op eindigen. 5 kan, we kunnen niet meer hoger, we kunnen niet meer lager. Dat is het in ieder geval. Dit was in ieder geval de ene laatste race van het seizoen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie het een leuke race vonden. Vooral natuurlijk op de like-knop. Vergeet zeker ook niet te abonneren. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Adios, houdoe.